Goedendag, zondagmiddag. Een mooi moment om eens te gaan kijken wat het weer de komende week gaat doen. Achter mij de weerkaarten van het Amerikaans model. En die pakken we op zondagmiddag. Dan zien we dat regengebied boven Nederland, wat voor zoveel water heeft gezorgd. Dat trekt naar het zuidoosten weg en gaat ook nog even in de Alpen voor flink wat sneeuw zorgen. Daarachter ook nog wel wat winterse buien op zee. Die komen ook nog richting Nederland. Dat krijgen we later vanmiddag en vanavond mee te maken. Dat kunnen buien zijn met hagel, onweer en ook natte sneeuw. En zeker ook zware windstoten zijn nog goed mogelijk. In de nacht moet het dan allemaal wat rustiger gaan worden. Ook een hoge drukgebied ten westen van Portugal is zichtbaar. En dat hoge drukgebied dat gaat langzaam maar zeker richting Frankrijk trekken. En dat gaat voor iets rustiger weer in onze omgeving zorgen. Het wordt niet meer zo kletsnat als afgelopen zondag. Maar heel fraai, nou, dat wordt ook wel lastig, denk ik. Hoewel de maandag wel wat zonnige periode gaat opleveren. Ik zal de animatie aanzetten en dan zien we dat hoge drukgebied langzaam maar zeker dichterbij gaat komen en dat we daar maandag eventjes van profiteren. Maandag zijn er perioden met zon en blijft het vrijwel overal droog. Heel misschien in de vroege ochtend nog een buitje in het noordoosten. Dinsdag is dat hoge drukgebied dan inmiddels verplaatst richting Frankrijk. Dat zien we dan hier liggen. En ten noorden van dat hoge drukgebied hebben we nog steeds te maken met een westelijke stroming. Met die westelijke stroming wordt wel zachte lucht aangevoerd. En dat betekent bijvoorbeeld dat we dinsdag en woensdag met temperaturen te maken gaan krijgen, zo rond 10, 11 graden. Maar er ligt ook een zwakke storing nog steeds op zee. En die zorgt ervoor dat er misschien ook op die dinsdag en woensdag af en toe wat lichte regen of motregen kan gaan vallen. Donderdag kan dat front zelfs nog een beetje activeren en zou er zelfs wat langer kunnen gaan regenen. Ik ga de animatie aanzetten, dan zien we dit hoge drukgebied wegtrekken. En dat gaat dan plaatsmaken voor een nieuwe kern van hoge luchtdruk die zich hier gaat vormen. We zijn er inmiddels op de woensdag aangekomen. Op de donderdag wordt dat hoge drukgebied al duidelijk zichtbaar. Dat bevindt zich hier. En dat gaat dan ervoor zorgen dat we langzaam maar zeker een noordwestelijke stroming gaan krijgen aan het eind van de week. En met die noordwestelijke stroming kunnen dan ook weer een paar buitjes onze kant op gaan komen. En die kunnen opnieuw winters van karakter zijn. Wat hagel, wat natte sneeuw, dat zou vrijdag allemaal kunnen. Tot nu toe hebben we naar het Amerikaans model gekeken en het Europees model doet eigenlijk precies hetzelfde. Maar vanaf het weekeinde gaat er iets veranderen en daarom laat ik u nu nog de kaarten even zien van het Amerikaans model, want u moet op dat hoge drukgebied letten. Dat trekt langzaam maar zeker richting het oosten en komt boven Europa te liggen. We zijn inmiddels aangekomen op zaterdagmiddag. Dan zet ik de kaart weer even stop. En dan zien we die gordel van hoge druk over de oceaan, Frankrijk, Duitsland, zo richting Polen. Dat hoge drukgebied ligt dus vrij zuidelijk. En dat betekent dat we nog steeds een westelijke stroming hebben. En met die westelijke stroming wordt ook nog steeds vrij zachte lucht aangevoerd. En dat niet alleen. Er komen ook weer storingen in onze omgeving. Zondag zou er volgens dit model gewoon weer regen gaan komen. Maar er is een verschil met het Europees model. Want die heeft dit hoge drukgebied niet zo zuidelijk liggen. Nee, die legt het hoge drukgebied een stuk noordelijker. En dat leidt er zelfs toe dat de stroming tijdelijk tussen zuid en oost gaat uitkomen. En dan komt de koudere lucht onze kant op. En dat kunnen we mooi zien in de temperatuurpluim die van het Europees model is. Want die laat heel duidelijk lage temperaturen zien, zo'n beetje in het weekeinde en begin volgende week. Temperaturen onder het vriespunt. Lichte vorst zou dit kunnen gaan opleveren met droog weer en ook wel wat zonnige perioden overdag. Dat ziet er op zich heel aardig uit. Later in de week, dan gaat die stroming weer terug naar het zuidwesten en dan gaat ook die temperatuur weer omhoog en dan verdwijnt eigenlijk de vorst. Maar met name rond dat weekeinde kan het echt eventjes wat kouder worden volgens dit Europees model. We kunnen het ook mooi hier terugzien, dat die kans op vorst echt wel eventjes wat groter is tussen de vrijdag en de dinsdag. Daarna neemt die vorstkans weer af. Maar nogmaals, het Amerikaans model laat dat helemaal niet zien. Kortom, aan het eind van de week is er best wel wat onzekerheid in de weersverwachting. Ik ga vooralsnog even uit van de oplossing die het Europees model laat zien. Maar als dat hoge drukgebied inderdaad zuidelijker blijft, dan houden we gewoon de westelijke stroming en krijgen we zondag opnieuw te maken met een storing. Nog een fijne dag.